Vanaf 17 augustus is in Middelburg de kunstmanifestatie Façade te zien. In voorbereiding daarop werd vandaag een installatie geplaatst in de Nieuwpoortstraat van de Franse kunstenaar Georges Roux. Georges Roux is een Franse fotograaf die installaties maakt en die installaties die fotografeert hij vervolgens. Zowel de installatie als de foto van de installatie, dat is zijn kunstwerk. Hij werkt heel erg met perspectief en met illusie. Hij zal op dit trapezium van latten zal hij een rode punt schilderen. En die rode punt is alleen vanuit één punt zichtbaar.